Dan kunnen we nog even een stewardess uitkiezen. Laten we deze doen. Hier. Hartstikke idee. Dan hoeven we alles niet zelf te doen. Dan heb ik gate 8. Let's go met de 1. 8. Hier op een lopende band gaat hij sneller. Gate 8. Ik zie hem al lekker. Vloek komt aan boord. Het schild. Dit is ons vliegtuig. Laten we even de tools pakken. Dat is het. Ja. Kun je de deur open laten? Zijn de knoppen. Gashendel. Flaps. Zulke dingen. Bovenpaneel. Laat ik de deur even dicht doen voor jullie. Kijken of alles netjes is van de vorige vlucht. Ja, ik heb die vlucht op mijn naam staan. Om dit, nee, ik ben letterlijk de beste in heel dit qua vluchten. Oké, let's go. Zijn de toiletten netjes? Ja, oh, geen openbare gelukjes in het vliegtuig. Ik glitch vast, oh, zie. Oké, startboarding. Dan moeten wij officieel hier in de gate gaan staan of in de hoek van het vliegtuig. Laten we in de hoek van het vliegtuig gaan staan. Dan zouden wij als cabin crew officieel hier in de hoek van het vliegtuig moeten staan. Hé, hey, loop me ver, man. Jij bijna. Wat is 2? Oh, nog masker. Oké. Hoi meneertje, koekenpeertje. Hebben we iedereen? Die moet nog. Maar joh, lopen nog steeds mensen de gate in, joh. Jij bent de laatste, als het goed is. Meneer, de gate kun je de kast sluiten. Zijn die al vertrokken? Die zijn al vertrokken. Ik hoop dat de deur niet dicht gaat als ik kan staan te denken. Ja. Let's go. Nu gaat het goed zo. Board. De deur dicht is waarschijnlijk als ik mijn deur dicht doe. Deur dicht doe. Gaat die deur pas. Het eerst vond ik dat moet zeggen. Ik moet dit. Alle koffers even dicht doen. Jij liep zo net toch ook hier. Ben je aan de voor of ben je nou achter? Jij bent volgens mij. Ik haat jou. En dan moet ik zeker alle klusjes weer opknappen van dit. Top. Seatbelts. Ik heb al een keer gehad dat ze wel niet wil luisteren. En dan moesten we hem inpakken met tape. En dan kwam de beveiliging hem uiteindelijk ophalen. Heb ik ook nog een keer gedaan. Skip taxi. Laten we de taxi skippen. Oh ja, de deur moet nog dicht. Hier staat de deur zo nog steeds letterlijk open. Oké. Flight attendants, please be seated for takeoff.
Ik moet achter in het vliegtuig gaan zitten. En een van de ander. Take off. Wat als het goed is, de gate van ons afgehaald. En dan spannen we ineens op de landing. Oeh, het gaat wel met veel gewiebel. Onder andere veel gewiebel. Sit back, relax, and enjoy the flight. Your seatbelt fastened throughout the flight as you may experience turbulence. What's so high? There are several emergency exits on this aircraft. And also take a few moments now to locate your nearest exit. In some cases, your nearest exit may be behind you. Ladies and gentlemen, this is your first officer from the flight deck. We've been told by air traffic control to expect some moderate turbulence up ahead. We'll try our best to give you a smooth ride, but expect some bumps over the next couple of minutes. Is wel weg. We kunnen weer bezig met de catering. Ik had nog niet deze eenmaal gedaan. Top. Het wordt een lekker lange video. Ik moet die nog editen. Muffin, dat is 5. Wat wil je doen? Niet. Bango. Dat is 4. This is your captain speaking. We have a fire in the cabin. Flight attendants, use your fire extinguishers to put the fire out. Oh, dit heb ik eerder gehad, jongens. Dan kan je zeggen, toen is de helft van alle passagiers overleden. En dan nog even dit bussen. Wat is het toch gefixt? Jee, er is geen brand meer. Kunnen we dan weer veilig verder zonder gevaarlijkheden verder? Hoe kan nu? Sorry mensen, maar u heeft geen gehad door onrust in het vliegtuig. Heeft u zelfs geen eten gehad? Hij heeft denk ik wel zo. Goed, ja, het eten en drinken gehad. Je hebt eten gehad. En drinken. Flight attendants, please prepare the cabin for arrival. Oh my god. Beep. Hoe kunnen sommige mensen twee dingen hebben? Seatbelt en die. Die. We zijn ready to land. Please ready to land. Thank you. Landingsgestel gaat er als het goed is uit. Tenminste, dat hoop ik. Ik hoop niet dat we met de achterkant van de staart gaan landen. Ik moet zeggen, voor de vliegtuigkenners, dit lijkt toch verdacht veel op een Fokker. Fokker 50. Maar het is dus een Dash 8. Maar Dash 8 is kleiner dan. Oh, nee.
kwamen we niet goed aan de grond. Want deze acht is volgens mij kleiner namelijk. Fokker 50 is namelijk zo'n grote. In ieder geval, taxiën. Nee, we doen het niet. Hoezo staan we stil op een landingsbaan? Levensgevaarlijk. Ik heb zoveel vragen. Als het goed is, wordt hij eraan. Staat er? Oké, Marshall wordt nog wel op Rotterdam gebruikt. Maar niet hier. Oké, sorry dat jullie wat HP kwijt zijn geraakt. Maar ik hoop dat dat bij zaken worden. Goed, doe jij niet even de deur open? Wat onfatsoenlijk ben jij. Dan kan ik dicht doen. Ik kon dicht doen. Ik wil hem dicht doen. Kijk, we moeten op het einde alle spullen, alles open gooien. Alles staat open. Deze na. Staat alles open. 308. Oké, ik zeg. Vonden jullie deze video leuk? Knal alsjeblieft eventjes die like erop. Vergeet niet te abonneren. En ik zeg tot de volgende video. Adieu!